het ging allemaal heel goed. Nou, dit is ook precies niks. Ja, nou, we doen het juist.
grappig heen. Wij zijn geblurred, je ziet ons niet. Nee, dat is nog niet de oplossing. Take 2, gewoon heel veel knippen. Ik weet niet of je ons überhaupt hoort door deze box. Oh, maar dat is goed. Dan doen we er zelf wel ondertiteling bij. Ja. Wat wij zeggen is toch niet interessant. Nee. Goed. Nou, Mike. Ja, alle teams. Slaggeefster. Nou, ja. Soort van. Gaat lekker dit. Nou, alle teams zijn geweest voor vandaag. Dat waren er 6. 7 oefeningen gehad. En ja, niet ontevreden. Zeker niet. We zijn heel trots op de dames wat ze neer hebben gezet. Ja. We begonnen met, moet ik er even denken. Sterren. Ja. Sterren, Jayla en Nina. Ja. Helaas een klein foutje. Aan het eind van de oefening. De oefening verder was wel heel sterk. Heel ja. Ze hebben wel goed beoordeeld, want die mocht uiteindelijk een derde. Meer fans. Een bronzen medaille ophalen. Daarna hadden wij Fleur en Tess. Ja, dat is onze tweeling. Ja. Zelfde categorie komen ze uit. En allebei een hele goede oefening gedraaid. Ja, en dat werd beloond met een zilveren en bronzen medaille. Dus ook super trots op die meiden. Daar hadden we nog Lynn, Annedieke en Roos. Ja, die zitten in dezelfde categorie als Jayla en Sterre en Nina. Ja. Ja. Was ook een mooie oefening. Ja. Heel netjes. De score moeten we nog even afwachten in de ranking, wat ze uiteindelijk goed doen. Ja, we weten de precieze uitkomst nog niet. Maar... En dan hebben we als laatste nog Lois en Lois. Ja. Ook een hele mooie oefening. Ja, vorig jaar natuurlijk ook al samen een duo. Toen tweede op het NK, dus nu een niveautje hoger. En super goede oefening gedraaid. Ja. En ook beloond met een zilveren medaille. Echt super knap. Toen was de ochtend voorbij. Die was voorbij gevlogen. Ja. En kwam ons C-team. We hebben één C-team en die was vanmiddag. Begonnen met balans. Was een goede oefening, hè? Hele kleine dingetjes waarvan we zeggen dat kan beter de volgende keer. Ja, kleine verbeterpuntjes. Nette scoren. Ja. En net tempo gehad. Dat was echt knallen voor die meiden. Ja. Dat is echt een topoefening, heel leuk. Dus ga hem zeker ook even bekijken. Ja. En die is ook heel mooi met een mooi cijfer beloond. Ja, daarvan moeten we nog afwachten wat de concurrentie doet en wat dan de uiteindelijke plaats zal zijn. Ja, afwachten dus. We komen nog bij jullie terug. Dit was zij de update. Sowieso, ja, we zijn sowieso heel, heel tevreden. Ja. Altijd zijn er weer verbeterpuntjes. Ja. Ik ben nooit uitgeleerd, dus we gaan zeker weer lekker aan de slag om dat aan te pakken. Ja, en voor deze meiden ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus het is altijd even afwachten waar je staat en wat de concurrentie doet. Dus nee, het was heel leuk. Volgende wedstrijd is in 1 februari, toch? Is dat niet... Geen waarde? Is dat de volgende? Dat is niet de volgende, toch? Nee, de volgende zijn Ronja en zo. Dat is niet als een buik. Ja. Volgende week, waar is dat? 25, geen idee. Nou, volgende week zijn we er weer. Ja. Waar, weten we niet. Maar we zijn er, alleen wij niet. Wij niet. Andere trainsters, andere teams. Maar wel dezelfde vereniging. Nieuwe om en nieuwe kansen. Nou, dit was het dan. Tot de volgende. Ja. Joejoe. Ik ben er klaar mee. Waar heb je zin in? Dat was het enige juiste antwoord dat je kon geven. Ja, we krijgen mailen. Oh, dit is Qualitaria. Ja.